Ja, dan kijk eens op mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En we spelen weer Ark Survival voor jullie. Ik ben hier met mijn gehele tribe op eentje na. Of twee. We zijn hier met Steven. Hoi Steven. Hallo. We zijn hier met Ketel. Hallo Real Killer. Hallo. En daar bovenop staat Timo. Hoi Timo. Hallo. Hey joh, deze man heeft de hele armor alles voor zichzelf gemaakt, joh. 360. Oh. Ietsje meer dan 360. Awesome, awesome. Alright jongens, luister. Wat is het plan, Timo? Of je een plan verzonnen? Timo is een beetje de leider van onze tribe, want die speelt het vaakst. Heeft eigenlijk, ja, niet echt een leven. Maar Timo, vertel. Hi. Nou ja. We hebben olie nodig. We zitten niet echt dicht bij de zee. De enige optie die we hebben is de nieuwe pas toegevoegde dung beetle te vangen. Ja. Yeah. Dus dat is het idee dat we die gaan vangen. Dan moeten we naar een cave toe. Holy shit. Oh, wat ik zo met dood. Dat is onze kwatsel. We gaan naar de raid share. Alright. Dus, gaan we met alle vogels erheen? Yes. Oké, ik pak Steve Jobs. Gekregen. Dylan, jij moet Steven meenemen. Met Steve Jobs? Ja, met je voetjes moet je Steven meenemen. Nee, dat doe ik, wel. Iemand neemt dik zakje. Ja, ik neem Steven. Ja, Steven mee, Pidgeotto. Yes. Wie neemt de wolf mee dan, Dylan? Nee, dat doet dat doet dingen. Timo. Oké, nou ik volg jullie wel, denk ik. Alright. Joehoe! Oh, deze man is snel! Oké, dus we gaan naar een cave. We gaan proberen een mestcave te vangen. Vorige keer hebben jullie onze beest gezien die helemaal veranderd is dus. Die we nu gaan verlaten. We gaan dus richting een cave. Maar zijn caves niet zo hartstikke gevaarlijk? Ja. Oh. Ja, best wel, ja. En dat gaan we overleven? Tuurlijk. Is wel de bedoeling, ja. Oké. Wow, daar gaat Steve Jobs snel. Dus we zijn allebei sneller, jullie twee. Nee, ik zit nog steeds achter je. Huh? Oh, het is Timo en Pidgeotto. Nee, ja. Maar waar zijn je voor me, man, die ketel? Ik ben achter jou. Echt niet? Bij mij ben ik achter jou. Nou, ik ben die Steve Jobs, hè? Ik ben op die Ja, ik zit achter jou. Oké, is het ver fietsen? Of fietsen? Kunnen we gaan fietsen? Is het ver vliegen? Ja, we zijn er bijna. Kijk, we moeten daar naartoe. Oké. Timo en ik zijn er ook één keer geweest en toen hadden we het overleefd. Het hadden we geen dieren mee, dus nu hebben we ook nog dieren mee. Dus de wolf. Oké, dus ik ben benieuwd. We gaan dus een soort mestkever vangen omdat hij dan olie voor ons maakt. Ja, hij eet het, alles van de andere dino's eet hij op. En dat scheidt hij dan naar fertilizer en olie. Dus krijg je olie en fertilizer. Oké, en olie hebben we nodig voor... Basically, alle late game shit. Lekker armor ook. Oké, nou ja, goed. Duidelijk. Jullie willen ons trouwens ook zien raiden. Maar ja, we zijn een beetje de vriendelijke gast op de server. Dus we gaan hier nog niet echt raiden ofzo. Want vorige keer waren wij een keer gereden. Joost is gereden, zag ik net in de chat staan. Dus Joost is aan het spellen. Yes. Maar wij nog niet. Wij zijn weg. Ze hebben ons geprobeerd te raiden. En die gasten zijn helemaal gedestroyed, hoorde ik. Yeah. Wow! Ik heb een FPS erop. What the fuck? Ja, ik zag het. Je zult keer naast me houden. Maar het ding is wel moe, man. Steve. Moet ik even landen hier, of zo? Land hier maar even, ja. Ga ik even landen, jongens. Bijna nog bij, nou. Een tussenstopje. Even pitstop. Plaspauze. Even leuk. Hup. Ja. Hoppa. Ik ga lekker rustig landen eerst. Nou, kom op, landen naar kut. Wow. Oh. Oké, ik ben geland. Ik ga even rustig bijkomen natuurlijk. En dan gaan ze die grot in. Blijf even staan, Timo, anders kan ik je niet meer vinden. Ja, ik moet ook even zoeken waar we naartoe moeten gaan. Het was in een ravijn. Ja, we zitten nu wel goed. Oké, ik ben weer klaar te vliegen. Ik zie daar dus een vlammetje van jullie. Dat is me. Oh, first person is super kut, man. Op deze patero dood. Ik zou ze eens een dikke piemel in beeld houden. Echt? Ja. Oké, Timo, waarom vliegen we over de grond? Ik ben het aan het zoeken, het is kapot donker. Oh man, waarom moeten we al dit soort missies in het donker doen, jongen? Echt dat altijd. Badass. Het was aan de rechterkant, volgens mij. Nou, ik volg jullie. Ik weet het ook niet. Oh, ja, volgens mij hier. Ja? Hier yes, iets? Gevonden. Ja? Oké, top. In ieder geval, Jobske's Base, die was laatst een raid, zagen we. En niet, godverdomme. Is wel iemand hier die iets neergezet? Ja, daarom dacht ik dat het hier was. Iemand heeft hier inderdaad shit neergezet. Oké, dus... Heb ik jou nog vast, Steven? Ja. Okay, oh, ik heb het. Is oh, niet terug. Meer. Nou, niet meer. Nee, ik heb je gedropt. Ketel heeft het. Zien jullie mij? Ja. Yes. Hier is het. Oh. You know. Oké. Ja. Alright. Dus toch. Oké, zullen we naar binnen met de vogels? Dat kan niet. Vogels laten we hier staan.
dikzakje neem ik een klein stukje mee. Iemand moet op de wolf zitten om te attacken. De vogel zit op passive, houd ik dat zo? Ja, hou ze op passive, anders zijn ze daar kwijt. Zinnig, jij hebt de wolf? Kan zijn dat je een FPS drop hebt als je de cave binnenloopt. Bijna normaal. Oké, ik ga op de wolf, jongens. Oh man, dit is fucking creepy gek. Holy fuck. Dit is de eerste keer dat ik in de grot zit, man. Ah, in het begin heb je echt een mega FPS drop. Even FPS. Laat de wolf even voorlopen. Wie zit er op de wolf? Ikke. Oké, loop jij even voor. Ja, waar naartoe? Gewoon rechtdoor. Yes. Oké, ik wandel wel gewoon rustig, jongens. Oh, ik wou nou dat ik de sound mode had. Dan had ik gewoon nu echo aangezet. Hallo. Echo, hallo. Ik laat deze trouwens hier staan. Wie? De Dickie. Ja. Oké. Wat geluid, jongen, binnen is zo eng. Je hoort echt niks anders. Ik hoor alleen maar... Nee, ik hoor de wow, dit is fucking awesome, gek. Oh, man. Nu voor de Titan Boas. Oh, is het nu ook? Willen we iets verder zijn? Oké. Links naar beneden. Links of rechts? Links. Oké, wacht dan. Oh, jullie sprinten hem gewoon al. Oké, nou. Het water. Oh, joh. Oké, is het een wolf die dat geluid maakt bij mij? Oké, cool. Jullie hebben ook gewoon snipers en ik loop hier met mijn tasje rond. Ja, ik ook. Oh, ze hebben de pikes niet uit het ding gepakt, zetel. Oh, zijn vergeten te zeggen. Wat? Hebben jullie een wapen? Ja, ik heb een pike. Steven? Nee. Ah, joh. Crossbow met Steven, Steven kan gewoon met zijn vuisten slaan. Steven is kast toe. Ja, I got this, yo. You're still with me, boys? Oké. Joehoe! Ik stel gewoon voor het licht. Dat is wat ik doe. Ja, je bent onze... Mijn torch is bijna afgelopen trouwens. Ik heb genoeg spullen bij me voor een nieuwe. Oh, nice. Ja, top. Hier beginnen de Titan Boas. Ja. Links, rechts? Links. Oké, hier begint het al. Hier komen de Boas. Oké. Oh god. Etra. Dus hier moeten we echt uitkijken. Er zijn echt veel Boas. Ook scorpions. Ja. Oh man. Oké, maar die meskevers daar, waar zitten die? Ja, die zitten diep in de bocht. Zit vaak bij water. En het water is deze kant op, volgens mij. Oh! Ja, moeten hier naar beneden. De laatste keer hadden we volgens mij eentje met geluk. Maar hoe komen we naar beneden dan? Oh. Was dat hier dat we naar beneden gingen zingen, zetel, of was het ergens anders? Dat is niet hier. Oh, we gingen die kant op, dat is waar ook. We gingen deze kant op. Ik dacht al, als we hier gaan springen, dus gewoon. Wij zijn gewoon dood. Ja, precies. Oh ja, dan links ergens. Wij zijn hier pas één keer geweest, dus wij weten ze ook niet meer precies. Oké, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, hier is. Hé, wolfje! Hij zit vast, jongens. Oh, nee, nee, hoeft niet. We gaan het even anders doen. Hardcore parkour! Hoi! Hebbes! Hij filmt nog gewoon tussendoor. Ik ben er al langs. Een keer langs. Waar snel die kut. Oké. Okay. Oh, Boas! Hallo, jonge mannen. Het begint. Here we go. Niet te veel tank. Ik ruik dat je niet te veel tank. Kijk rechtsboven op je levens. Oh, waarom is dit nou weer? Oh. Oké, mooi. Woe, dat was cool. Ja, ik heb lang niet meer ingelogd, dus alles wat ik nu kill, krijg ik weer zeg maar dat dingetje in beeld. Wow. Oh, cool. Lekkere sniper, Timo. Spinnetje! Oh god. Spinnen! Oh, nog spit. Oh god. En Boas! Steven heeft geshit. Steven, zorg voor het licht! Ik zorg voor het licht. Steven, verblitsen! Holy shit, dat zijn er veel! Ja, jongens. Let gewoon op je AP. Ja, dat ding niet doodgaat. Inderdaad heel veel. Ja joh, I got this. Hier, neem mijn torch. Zag gelukkig allemaal laag level. Hier hebben we de eerste beetle al. Waar? Level 90, rechts van jullie. Ja, je gaat zo pakken hoor. Hé, mijn torch is kapot! Maar waar? Ik zorg voor licht. Wow, level 160 bijna deze spin. Kun je ook spinnen vangen? Oh, schap joh. Dat kan ja. Steven, waar ben je? Waar ben je? Waar zijn jullie? Oh, daar. Oh, Timo! Miauw! Achter jullie een cave of zo? Ja, die moeten we hebben. Oké. Wacht heel voor, jongens. Ankro is er nu. Het beste is om ze naar de. Oh, hij valt nog meer. Gezondheid. Maar hij valt na, jongens. Wat nu? Fucking hell. Het beste is om ze naar de ingang te aggroen. Dus loop ze rustig naar de ingang toe. Oké. Dus we nemen die andere een beetje aggro blijven. En ja, die nemen we ook mee. Volgt hij me nog? Hallo, ja. Laten we eentje doen. Laat deze hier zitten. Jullie volgen me nog of niet? Love me, yes. Ja. Oké. Oh, lek, Spike. Oh, dit is wel cool, man, zo'n cave. Holy fucking shit. Moet je eens naar links naar beneden kijken, al het water. Eeuw, wat een druipt die van het bos. Oh. Dat is ook water. Okay. Ik knal daar die achterste beetle dood, want hij moet echt niet meekomen. Zullen we hier gaan?
Ja, we moeten hem echt dicht bij de ingang. Dicht bij de ingang met dit zakje. Oké. Okay. Dan moeten we een poep voeren. Oh, we moeten een poep voeren. Oh, ja, dat is, daarom is dit zakje mee. Pas op, Timo, had je het verkeerde killed? Ja, ik schiet op de achterste. Oké, okay, hij volgt me niet meer. Lekker team. Oh, ik ben level up. Lekker hoor. Volgt hij me nog? Ja, hij volgt wel jou. Moeten we die kant opzetten? Deze. Yep. Die hadden wij die steen kapot geslagen. Ah ja, ik zie het. Ja. Nice. Oh man, dit is wel fucking lijf zo'n missie, joh. Dit soort dingen vind ik veel leuker als gewoon standaard, huisje, boven een beestje. Hard over the light. Ja, de muziek houdt er ook in één keer mee op bij mij. Ja, mij ook. Super abrupt gewoon. En opeens wil je helemaal niks meer. Dadelijk wordt het echt heel vervelend, want dan moeten we hem in rondjes lokken zodat hij moe wordt van het lopen. Wat? Ja, en dan gaat hij dus zitten en dan kan je poep voeren. En het kan soms wel 5 minuten duren voordat hij moe wordt. Oké. Leuk. En waar de fuck is die poeper dan, Shafiki? Hierboven. Ah, volgens mij is Timo. Hallo, mijn vriend. Ik volg het licht, we volgen je, Stevie. Oké, hier naar boven. Het is wel cool, man. Het is wel goudachtige gloed heeft het ook hier binnen. Hebben we eigenlijk wel Bash meegenomen? Heb ik kunnen. Dat ding gedaan. En Shafiki. Want Shafiki hebben we gekregen van Shafiki. Jongens, het wordt donker! Oh no. There you are, my friend. Coming back, my friend. Kan ik het maken? Oh, wacht, ik kan dan gewoon een torch maken. Dat kan ook. Oh. Ja. Ja, ik ben niet meer bezig. Ik ben gewoon aan het lopen op de wolf. Jongens. Oké, right. Hij bleef even haken achter een klein steentje. Timo? Ik kan. Ja, dat ding die niet zo zin in. Oké, nu komt die. Zijn er al bijna, toch? I'm up here. Het is hier een lastig stukje. Hij kan hier op een of andere manier niet zo makkelijk Hallo. Opkomen. Ja, dat hadden we net ook. Hij zal zich daar ook wel omdraaien. Ja, ik hoop. Heracross? Yo! Hi! Oké, hij glitcht, jongens. Ik heb hier zo geen tijd voor, hè? Nee, hij glitcht, jongens. Oh god, no. Niet schieten! Schiet niet rustig. Ja, hij volgt je. Au. Hij kietelt niet. Opeens hoor je weer muziek. Ja, precies. Ja, kom maar. Ja. Ik heb een lampje voor je, hoor. Nee, ik doe zelf wel weer lampjes. Het was alleen even... Hallo? Misschien naast te schieten, dat hij dan wel reageert. Oppassen met die glitch. Probeer er zoveel mogelijk in het midden van het pad te lopen. Anders glitcht hij achter de steentjes. Het heeft deze wolf ook namelijk. Come on, Berber. Here we go. Keep it going. Hey! Oh, jongens, iemand naar buiten. Heel gauw. Nee, what the fuck? Welke kant is het op, jongens? Daarboven, hè? Ik hou dit best wel bezig. What the fuck? Oh man, Steve Jobs is dood. Steve, het spijt ons. Ik ben boven. Rip. Steve! Nooit verder. Wat, nou wordt een nieuwe grafsteen maken, jongens. Nee, Steve! Ga er echt zo snel mogelijk naartoe. Ik ben boven. Ik zet die vogels ook de lul. Ja, ik ben ja, dat is zo'n dino hier. Fuck. Een dillo nog wel, zo'n klote dinootje. Who the fuck? Ja, dat ding heeft serieus maar 200 HP of zo. Fuck, man. Waar is hij? Fuck. Kutvogel. Man. We hadden ze op neutral moeten zetten of zo. En dan hadden ze het best aangevallen. Fuck, is Steve Jobs dan? Dan waren ze weggevlogen. Hey, hier is een nieuwe ook. Met een nieuwe vanger. Maar wij komen daar sowieso niet allemaal terug. Ah, jawel joh, ik ga vast wel lopen, komt goed. Gewoon op giraffen zitten en op dingen zitten, dan kan je ons terugvliegen. Papa. Eigenlijk moet je nou die wolf hier gewoon buiten laten staan op de... Ja, nee, we kunnen makkelijk iemand vinden, laten varen hoor. Dat is gewoon als we Shafiki... Iemand moet op Shafiki zitten zometeen. Ja, en dan één op de wolf en dan kan je terugvliegen. Oké, ik zie daar stenen vliegen, ben jij dat? Ja, denk ik wel. Nee, maar wij, de vorige keer toen wij zo'n ding probeerden te vangen... dat was ook in onze base. Toen lukte het gewoon niet omdat hij wild bleef. Alright. In ieder geval jongens, ik zie jullie zo meteen weer op het moment dat we met beest aan de gang zijn. Want dit duurt wel een beetje lang. Tot zo meteen. Alright, mensen zitten nu in de cave nog steeds hierdoor met... Waar is het stinkbeest? Hier ook. Ja goed, wat we nu gaan doen, we gaan themen nu. We zijn al ongeveer weer een half uurtje verder. Ik heb het opname. Maar het ding is, het duurt nogal super lang duurt dit. Of niet, Timo? Hoe lang gaat het ongeveer duren? Wat gokje? Nu nog minimaal een uur. Minimaal een uur. En het is op het moment is het nu half drie of zo. 3 uur. En moet ik de video nu nog editen. En het moet online komen om 4:30. Dus jullie hebben hem natuurlijk al gezien. Dus ik ga het niet redden om af te wachten en te laten zien dat jullie het van hem hebben.
Dus, jullie zien dit beest zien in de volgende episode. We hebben toch een kwartier lang hier lopen kutten in de grot. Dus hopelijk vond je het een leuke episode. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog achter als je Ark heel erg leuk vindt. En als deze video heel erg leuk vindt. Kijk natuurlijk elke serie, elke episode terug van Ark. Even te kijken natuurlijk in de playlist natuurlijk van Ark. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Laat hem als een ziens. En natuurlijk, peace.